Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn favoriete producten van april met je bespreken. Ik heb het mandje erbij gepakt, maar als ik naar het mandje kijk, denk ik, hij zit niet zo vol als wat ik anders wel eens heb. Maar goed, ik ga je de producten laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik heel erg fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk dan maar gezellig mee met deze video. Ik begin met een product uit de Hello Good Stuff line van Essence. En dat is deze. Dit is de Skin Renewal Overnight Mask. En het is dus zo'n masker die je kunt dragen in de nacht. Dus als je gaat slapen. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn. Want dan kan het lekker intrekken. Hij zou de huid hydrateren en ook een glow geven. Nou, hij is geschikt voor elke huid. En er zit avocado, kado-olie, chia butter en retinol in. Ik moet zeggen dat ik het glow effect niet terugzag, maar mijn huid voelde heel gehydrateerd aan. Hij is voor 98% gemaakt uit natuurlijke ingrediënten. En hij is vrij van microplastic deeltjes, mineralen, oliën, parabenen, siliconen en PEX. Verder is hij gewoon vegan en dit is de opening. Daar komt het masker uit. Hij heeft ook een hele frisse geur. Je hoeft hem er niet af te wassen als je hem hebt aangebracht. Dus je kunt hem gewoon aanbrengen. Je laat hem de nacht intrekken en je hoeft hem daarna er niet af te wassen. Want hij trekt gewoon helemaal in de huid. Ik vond hem echt heel erg fijn. Mijn huid voelt echt goed gehydrateerd hierna. Dus echt een heel fijn masker. Dan heb ik twee lipsticks van Catrice. En je ziet er nog niet zoveel van, omdat ze allebei dezelfde hulzen hebben. Dit zijn de Scandalicious Matte Lipsticks. En ik heb ze in de kleuren 070 Go Bold or Go Home. Op de onderkant staat trouwens de kleur vermeld. Dat is wel handig. Dus als je meerdere van deze lipsticks hebt, zou je ze omgekeerd er neer kunnen zetten. En ik heb de kleur 090 Blame the Night. En het zijn dus hele mooie matte lipsticks. En ze hebben ook een hele mooie vorm, moet ik zeggen. Dit is die 090, dat is een rode kleur. Heel erg mooi dat patroon wat in de lipstick zit, vind ik heel erg mooi. Je lippen krijgen een hele mooie matte tint, maar ze drogen niet uit. Omdat de lipstick dus niet droog aanvoelt en dat is echt heel erg fijn. Dus daar was ik echt heel erg enthousiast over. Ze voelen gewoon heel prettig aan op de lippen. Ze blijven ook best wel goed zitten. Dus dat vind ik wel echt heel fijn. Dan heb ik hier die 070 en dat is meer een roze kleurtje. Maar ook weer dat prachtige patroon erin waar ik echt heel erg van hou. Dus ja, gewoon echt hele fijne lipsticks die heel draagbaar zijn. Ze hebben echt best wel wat verschillende kleuren. Ze hebben niet echt een definitieve geur. Ik ruik altijd aan producten. Ik heb ze even geswatcht. Dit is die 070 en dit is die 090. Goede pigmentatie ook erin hoor, moet ik zeggen. Dat zie je ook niet altijd. Dat is soms ook nog wel eens de vraag of een lipstick goed gepigmenteerd is. Maar deze zijn goed gepigmenteerd en dus mooi mat. Dus echt hele mooie lipsticks. En ook de hulzen vind ik wel heel mooi. Ik vind dat zwart wel lekker strak. Dus ja, heel erg, erg mooie lipsticks. Dan heb ik een body mist. En die is van Zwitserland. En dat is de Original. Ik had deze een tijdje geleden gekocht. Ik ben dol op producten van Zwitserland. En ik vind het juist heel erg leuk dat ze nu ook producten maken voor de volwassenen. Omdat Zwitserland toch wel meer gelinkt wordt voor babytjes. Je hebt de body mist in twee geuren. Je hebt ook nog een bloemige geur. Maar ik dacht, laat ik voor de Original gaan. Want ik kon hem niet ruiken in de winkel. Dus ik dacht, dan weet ik zeker of dat ik hem lekker vind. Deze is trouwens ook niet geschikt voor baby's of voor kleine kinderen. Er zit gewoon 150 milliliter in. En ja, je spuit hem gewoon op 15 centimeter afstand van je huid op. En hij heeft gewoon ja, die typische Zwitserse geur met een heel erg prettige verneveling. Het wordt ook aangeraden. Ik wil die zelf eigenlijk nog heel graag een keer kopen. Dat parfum. Om hem in combinatie te gebruiken met het parfum. Want je hebt ook parfum van Zwitserland. Dat is dan ook de Original. En als je die dan opbrengt. Dan... En je doet deze een beetje bijsprayen. Zeg maar. Als je parfum een beetje begint te vervagen. Dan heb je gewoon een hele fijne...
Ja, het is gewoon fijn om erbij te gebruiken ook met het parfum. Maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon los gebruiken. Maar dan is het gewoon een fijn verfrissingsmoment. Dat woord wat is wat ik zocht net. Maar het is echt een heel lekker, lekkere body mist. Ik ben er echt heel erg blij mee. Want hij ruikt echt lekker typisch dat Zwitserse geurtje. Maar net wat ik zeg, ik wil dus nog een keer dat parfum er ook bij kopen. Dan heb ik een oogschaduwpalette. En dit is van Fab Factory. Dit is het Your Are One Fine Apple 9 Color Eyeshadow Palette. En deze heb ik een keer bij de Action gekocht. Ik vind hem er zo vrolijk uitzien met die ananas. En dan dat zonnebrilletje erbij. Echt een heel erg leuk palette. Er zitten dus 9 kleurtjes in. Ook een spiegel. En er staat dan boven, hey there, Fine Apple. Hoe leuk is dat? Ik zal even het blaadje eraf halen. Kijk, dit zijn de kleuren. Het zijn misschien niet hele unieke kleuren die erin zitten, maar ik vond het een heel erg leuk palet. Het palet is ook vegan, het is leuk opgebouwd. Ze hebben allemaal ook een eigen kleur, wat ik heel erg leuk vind. Er zitten zowel shimmer als matte kleuren in het palet. Dat vind ik zelf altijd heel erg leuk als het een combinatie heeft. Ik heb hier even een paar kleuren gezwart, zodat je weet hoe de pigmentatie eruit ziet. De kleuren zijn goed op te bouwen. Je kunt echt wel leuke looks maken hiermee. De kleuren zijn ook heel fijn uit te blenden. Dat vind ik zelf ook altijd wel heel belangrijk. Want blenden is gewoon ja, iets wat er echt bij hoort. Dus ja, echt een heel erg leuk palette. En hij was ook nog eens super low budget. Dus ik vind het echt een super leuk palette. Die ik met veel plezier ook ga gebruiken. Dan heb ik ook nog een... De Vitamine C Fresh Glow Primer van Catrice. Hier zit 2% aan vitamine C in. En dat is deze. Dit zijn die primers die best wel bekend zijn. Ik denk dat de meeste mensen ze wel kennen. Het is eigenlijk gewoon een primer die je een frisse glow zou geven. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik merk niet echt dat mijn gezicht een glow krijgt hiervan. Ik merk op bepaalde punten dat ik denk, ja, het ziet er iets anders uit, maar dat is echt heel minimaal. Maar omdat die best wel verzorgend is, vond ik hem echt heel erg fijn. Het is echt wel een hele fijne primer. Er zit een vrij klein openingetje aan. Ik zal een klein beetje aanbrengen. Want deze primer, ik zei een klein beetje, er is iets meer uitgekomen. Die heeft ook een beetje een oranje kleurtje. Heeft verder geen geur, maar dit is het. Dus als je hem dan zo smeert, dan zie je er eigenlijk niks meer van. Maar als je hem in combinatie gebruikt met foundation, dan zie je sowieso niks meer van die kleur. Dus echt een heel fijne, ja, een hele fijne primer die mijn gezicht ook heel erg verzorgt. Want daar ben ik heel erg naar op zoek. Gewoon echt naar verzorging. Dat mijn gezicht gewoon goed gehydrateerd wordt. En door die vitamine C had ik echt het gevoel dat mijn gezicht gewoon heel goed aanvoelde. En ja, ik vond het echt een hele fijne primer die goed aanvoelde. En ook echt wel werkte. Behalve dat ik die van die frisse glow niks echt niet heel veel zie. Maar ja... een hele fijne primer ook. Dan heb ik een nagellakkleurtje van Essence. En dit is de 57 Pretty in Pink. Dat is gewoon zo'n gel nail lakker. Ik vond deze kleur super leuk, want hij deed me denken aan Barbie. En het is gewoon zo'n basic nagellakje die we waarschijnlijk wel kennen met zo'n basic applicatortje. Heel leuk kleurtje. Echt een beetje zo'n Barbie kleurtje. Leuk roze. Goede dekking ook. Met 2 laagjes vond ik de dekking echt fantastisch. Je hoeft deze eigenlijk niet te gebruiken in combinatie met een base en topcoat. Want omdat die dus zelf al een hele mooie glans zou geven. Maar als je echt nog meer glans wil, dan kun je dat echt wel doen. Want ik heb bijvoorbeeld wel een topcoat en basecoat gebruikt. Ik merkte echt wel dat mijn nagels net wat meer glans kregen als dat ik dat niet gebruikte. Maar dat is iets wat je zelf zou kunnen beslissen. Het hoeft volgens Essence zelf niet. Maar als je echt meer die glans wil, dan is dat wel echt heel erg leuk. Maar het zou dus, omdat het een soort gel nail lakker is, heeft hij
Dat is eigenlijk niet nodig, omdat hij dus al zou glanzen van zichzelf. Maar je hoeft hem niet uit te harden onder een lamp. Het zijn gewoon hele leuke nagellakjes. Ze blijven niet al te lang zitten, want ze chippen wel na een paar dagen. Maar goed, daar is de prijs ook naast. Ze zijn super goedkoop. En wat ik wel heel leuk vind, sinds die potjes vernieuwd zijn, staat de kleur er al voor op. Dus dat is wel heel makkelijk. Stel dat je nou een kleurtje hebt gezien die je heel erg leuk vindt en je bent in de winkel, kun je eigenlijk gewoon al kijken naar de naam die voorop staat. Dat scheelt je heel veel zoekwerk. Dat vind ik zelf wel heel erg handig, moet ik zeggen. Dan heb ik nog een lipstick van Catrice. En dit is de Melting Kiss Glossy Stick. En dat is deze. Ik heb hem in de kleur... het stickertje is een beetje vervaagd. Ik kan de kleur niet meer zo heel goed lezen. Ik heb hem in de kleur 030. Ik zal de naam even van deze stick wel eventjes onder in beeld zetten. Want ik zie eventjes zo niet de naam terug. Dit is gewoon zo'n stick die eigenlijk een beetje... Het is niet een hele dekkende stick. Want hij is niet zo dekkend als een andere lipstick. Maar een beetje... hij heeft dus een glossy glow. Je krijgt dus een hele glans erop. En dat is op zich wel heel erg leuk. Het is ook echt wel een leuk product. Je had er meer verschillende kleuren ook. En ik vind het op zich, ja, weet je, hij loopt schuin af. Dus op zich is dat ook prima. Dus ja, ik vind het wel een leuke stick gewoon om eens een keertje af te wisselen. Ook gewoon voor een bijvoorbeeld minder intense make-up look vind ik hem heel geschikt. Dus ja, echt wel een hele fijne, leuke stick die ook gewoon echt lekker aanvoelt op de lippen. En dat vind ik altijd wel belangrijk, dat een product ook lekker aanvoelt. Dan heb ik van Essence de Easy Brush Liner. En dat is deze. Dit is een eyeliner. Maar die heeft een hele zachte tip eigenlijk. Hij beweegt ook een klein beetje mee. En dat maakt het heel makkelijk. Want dat kun je misschien nu... Kijk, je kunt hem een beetje wiebelen. Normaal gesproken is een tip meestal wat vaster. Maar deze kun je dus een beetje wiebelen. Waardoor je ook hele makkelijke strakke lijnen kunt trekken. Wat wel heel erg fijn is. Hij is intens zwart. Daar hou ik van. Ik doe nu het dopje verkeerd erop. Dus dat is niet zo handig. Je hoort hem ook. Kijk, er zit een kogeltje in. Horen jullie dat? Er zit een soort kogeltje in. Dit is trouwens de pigmentatie. Die is nu een beetje een raar streepje geworden. Omdat ik hem heb zitten wiebelen natuurlijk net op mijn huid. Hij blijft goed zitten. Het is een fijne eyeliner. Waar je echt wel gewoon fijne lijnen mee kunt trekken. En ook als je houdt van wings is hij daar heel geschikt voor. Dus echt, het brengt heel makkelijk aan. Dus zijn naam doet er echt wel eer aan. Dus een fijne eyeliner ook. Dan heb ik nog twee lipproducten van Catrice. En dit zijn de Intense Matte Lippennen. En deze hebben een 2-in-1 functie. Ik zal ze eerst eens eventjes laten zien. Dat zijn deze. Ik heb ze in twee kleuren. Ik heb ze in de kleuren 030 Tink Pink. En dat is dus deze. Dat is een roze kleur. Je moet deze wel zelf slijpen. Gebruik hiervoor altijd een speciale slijper voor make-up. Want een puntenslijper waarmee je kleurpotloden slijpt is niet zo aan te raden. Maar dit is hem. Het is wel een vrij dikke. Dus je moet een vrij dik puntenslijpertje hebben. Of een vrij grote. Dus dat is deze. Maar ik heb hem ook in de kleur 050 Get Ready. Zo moeilijk. En dat is een rode kleur. Ook heel erg leuk. En het fijne aan deze potloden is, ze voelen heel zacht aan. Ze hebben het is een hele fijne textuur. Als je hem aanbrengt op je lippen, je merkt meteen dat het geen pijn doet. Omdat die stick die glijdt, of die pen glijdt echt over je lippen heen. Dat is echt heel erg fijn. Omdat hij dus echt wel een hele zachte tip heeft. Je kunt dus je lippen mee omlijnen. Maar je kunt ze er ook mee inkleuren. En daardoor maakt het het wel heel erg leuk dat je er dus eigenlijk twee kanten mee op kan. Ik heb de topjes er verkeerd op gedaan. En dat irriteert mij. Want ik wil dat het zo zit. Ik heb ze hier even geswatcht. Echt hele mooie potloden die goed bleven zitten ook. Ik was echt heel erg onder de indruk. Ik
Ik zit erover te denken om misschien nog een keer wat kleuren van bij te halen. Want ik vind ze echt heel erg fijn. Dus deze matte intense lippadden, ze blijven goed zitten. Je kunt er zowel je lippen mee omlijnen als inkleuren. Ze zijn echt super fijn, want ze voelen echt heel erg fijn aan op de lippen. En ik heb heel vaak met dit soort producten ook dat zo'n pen heel zeer doet op de lippen. En dat deden deze dus totaal niet. En dat was echt super fijn, dus daar ben ik heel erg blij om. Dan heb ik nog een aantal producten uit een trendeditie van Essence. En dat is de So Mesmerizing. Ik ga hier niet al te lang bij stilstaan, want ik heb hier een video van opgenomen. Ik zal de link van die video nog even in de beschrijving zetten. Ik heb hier allereerst de Color Change in Lipstick. Dat is deze met die hele mooie huls met die glitters erin. Met de naam 01 Darling You Are Magic. Een hele mooie stick met een glittertje erin. Die reageert dus op de pH-waarde van je lippen. Ja, ik heb een vrij hoge pH-waarde. Dus bij mij zag je die best wel mooi terugkomen. Dus ik vond het echt een heel erg leuk kleurtje. Ik heb hem hier even aangebracht. Maar daar zie je niet zo heel veel van. Omdat die op de pH-waarde van mijn lippen reageert. En niet op mijn hand natuurlijk. Dan heb ik ook de blush stick. Dat is deze. Ook super mooi. Met de naam 01 Let Miracles Happen. En dit is een hele mooie stick. Die je op je wangen kunt aanbrengen. Je hoeft er niet te veel van te gebruiken. Want dan was hij echt heel erg intens. Maar een klein beetje was prima. En je kon hem heel goed inblenden. Ik heb hem hier nog even geswatcht. Zodat je kan zien hoe hij eruit zag. Echt een heel erg mooie product. Dan had ik ook dit nagellakje, de 01 Divin Into Miracles. Het is een beetje een, hij ziet er een beetje wit, milky-achtig uit. En gewoon op de nagels liet hij je eigen nagels er wel doorheen zien. Maar als je hem op een ander kleurtje aanbrengt, is die echt super leuk. Omdat hij dus een heel erg mooi effect geeft. Heeft een basic kwastje en ja, echt wel toch wel een heel leuk lakje, maar wel in combinatie met een ander kleurtje. Ook uit die collectie had ik de Shimmering Lip Oil. Dat is deze. Die had de naam 01 Mermaid to Glow. Echt een heel erg leuke lipolie, want hij voelt heel fijn aan. Alleen dat kwastje was echt helemaal niks, want dat is een beetje hard en ik hou meer van een gewoon kwastje. Hij rook echt super lekker. Echt een hele lekkere geur. En dat hier een glittertje in zit, ziet dat er echt super leuk uit. Ik vond hem echt super leuk en hij voelde ook heel fijn aan op mijn lippen. Ik heb hem hier geswatcht. Ik hoop dat jullie het glittertje nog even kunnen zien. Maar echt een hele fijne lipolie vond ik dat. Daar was ik echt heel erg van onder de indruk. En het laatste wat ik heel erg fijn vond, dat was de Liquid Lip Balm. Die kwam in het doosje met de naam 01 Mermaid at Heart. En het leuke aan deze was dat je hem ook aan je sleutelhanger bos kon hangen, doordat er hier zo'n rondje zat. Maar dit is dus een liquid lipbalm en ik moet zeggen, hij voelde echt heel fijn aan. Het heeft ook de vorm dus van een staart van een zeemeermin en dat is echt heel erg leuk. Ik zal hem even zo neerleggen. Dit was het kwastje, maar het voelde heel lekker aan. Ook deze rook super lekker. Mijn lippen werden er heel erg van gevoed. Mijn lippen voelden heel erg lekker zacht aan na gebruik. Ik heb hem hier nog even aangebracht, maar hij is verder transparant. Ja, het was gewoon ook een hele fijne, fijne lippenbalsem waar ik heel erg blij van werd. En dan ben ik toe aan het laatste product en dat is van I Heart Revolution. En dat is een oogschaduwpalet. Maar dit is het avocado palet. Ik zal hem uiteraard even uit het doosje halen. Deze heb ik trouwens ook bij de Action gekocht. Maar hij heeft dus een hele grote avocado op de voorkant staan. En hij heet ook Tasty Avocado. Even kijken of er op staat hoeveel kleuren erin zaten. Nee, dus ik moet gaan tellen. Altijd even leuk. Als ik hem open krijg hoor, want hij gaat best wel strak. En ik ben echt altijd heel erg fan geweest van hun palettes. Ik heb ook heel veel van die chocoladepalettes. Even tellen. 18 kleuren zitten erin. Er zit een spiegel in. En dan zijn dit de kleuren. Het zijn wel leuke kleuren. Een beetje groen. Wat bruin tinten. Blauw tinten. Dus echt een heel erg leuk palet. Ook een keer totaal iets anders. Je kunt echt hele leuke kanten ermee op. Ook weer omdat je de combinatie hebt van zowel die shimmer kleuren als die
matte kleuren. En dat vond ik wel heel erg leuk. En het is echt een heel erg leuk ballet. Onder de kleuren oogschaduw staan ook de namen. Even mijn handen schoonmaken. Want anders smeer ik al die oogschaduw overal heen. En daar ben ik nooit zo heel groot fan van. Zijn de swatches. Dus echt hele leuke kleuren. Ik vond het echt een heel verrassend leuk palet. En ik had hem wel eens gezien. Maar eigenlijk, ja, eerder bij gewone winkels had ik hem nooit gekocht. En nu zag ik hem bij de Action toevallig liggen. En toen was hij heel erg leuk geprijsd. En heb ik hem gekocht. Dus echt een superleuk palet. Goede pigmentatie. Kleuren zijn ook weer goed te blenden. Vind ik zelf altijd heel belangrijk. Dus ja, echt ook weer een heel erg fijn palet waar ik heel blij mee ben. Dan waren dit mijn favoriete producten van april. Ja, ik ben er super blij mee. Ik vind het ook leuk dat ik nu alle producten in mijn stash terug ga kunnen stoppen. En dan kan ik ze gewoon weer gaan pakken om te gebruiken. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij er een product bij vond zitten die je zelf heel interessant vond. Of misschien zelf al een keer hebt geprobeerd. Of naar aanleiding van deze video misschien nog een keer wil gaan proberen. De So Mesmerizing lijn die zal niet meer te koop zijn. Enkel nog online kun je hem kopen, maar niet meer in de winkel. Of je moet hem nog in een uitverkoopbak kunnen vinden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!